Goedendag, dames en heren, beste kijkers. U weet, Omroep Landgraaf is alert met betrekking dus tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën, ook van de uit de gemeente. En we hebben reeds enkele keren aandacht besteed aan het zonnepark in Abdusbosch. En nu is onze gast de heer Rotert. Hij is directeur van afdeling Bodemzorg van de provincie Limburg. Meneer Rotert, ja. Welkom in onze uitzending. Uw organisatie is initiatiefnemer met betrekking dus tot het realiseren van dat zonnepark. Hoe is een en ander tot stand gekomen? Dat is wel een wat langer verhaal. Wat je ziet er in eerste instantie er in de samenleving laten we zeggen allerlei geluiden waren. Of er in Nederland niet meer aan verduurzaming van de energievoorziening zou moeten worden gedaan. We kregen als Bodemzorg Limburg op een bepaald moment ook vragen van private bedrijven of het mogelijk was om een zonnepark te gaan aanleggen op een gesloten stortplaats. We zijn dat gaan bespreken met de gemeente Landgraaf, want Bodemzorg Limburg is een organisatie van alle gemeenten in Limburg. Dus Landgraaf is ook onze aandeelhouder. En aan de wethouder gevraagd, ja, wat vinden we ervan? Wel of niet op deze locatie een zonnepark aanleggen? En uiteindelijk vond men dat het misschien toch heel aardig was om in het kader van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Landgraaf ook te kijken of het mogelijk was om hier een zonnepark aan te leggen. Ja. Hoe was de samenwerking van in het begin met de gemeente Landgraaf? Ja, eigenlijk was de samenwerking met de gemeente direct al heel goed. Er waren twee instanties, dat was de gemeente, maar ook de provincie. Het lastige voor ons was dat we liggen hier tussen twee natuurgebieden. Mm-hmm. We hebben enerzijds de Brunsumerheide en aan de andere kant in Duitsland de Tevenenheide. En de provincie Limburg had op haar plannen staan dat dit ook een waardevol natuurgebied zou zijn of zou moeten worden. Dus we hebben moeten afstemmen met de provincie of de natuurwaarde het toelaat om zo'n zonnepark aan te leggen. Dat is van de ene kant. En aan de andere kant heeft de gemeente Landgraaf gezegd, wij willen dat eigenlijk ook wel met de omwonenden bespreken. We gaan niet een zonnepark aanleggen zonder dat we de omwonenden goed geïnformeerd hebben en waar mogelijk betrokken. Ja. Dus de samenwerking met zowel provincie als gemeente is erg goed geweest. Maar we moesten wel een aantal problemen samen van tevoren eerst goed bespreken. Dat, ik neem aan dus dat we daar in de loop van dit interview nog op terugkomen. Dirk, Bodemzorg Limburg heeft meerdere van deze projecten. Kun je er een aantal noemen? Ja, we hebben een locatie in Maastricht, dat heet de Belvedere. Op die locatie hebben we ook een zonnepark aangelegd met een capaciteit die vergelijkbaar is met hier, zo'n 8, 9 watt. We hebben ook in de gemeente Simpelveld in Bochels een wat kleiner parkje aangelegd. En we zijn bezig in Venray, daar hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd om ook daar een park aan te leggen. Dus we zijn in feite met vier parken bezig, waarvan er twee inmiddels operationeel zijn. Ja, en dus een twee worden op dit moment gebouwd. Met betrekking dus tot de natuur, dat is een heel belangrijk aspect, niet alleen voor IKL, maar zeer zeker ook voor de eigenaar van het project, is een natuurtoets is ondernomen. Hoe zijn de resultaten? Ja, dat is een beetje een merkwaardig verhaal, eerlijk gezegd. Als je kijkt naar de plannen die door de overheid zijn gemaakt, dan heeft dit gebied een hele hoge natuurwaarde. Ga je eens inventariseren wat er aanwezig is, dan valt het eigenlijk een beetje tegen. In welke zin? Er is wel een gladde slang, wordt aangetroffen en ook wat bijzondere padden. Maar als je gaat inventariseren wat hier precies ziet, dan is dat eigenlijk heel beperkt. Dus in die zin is het zo dat als je op het provinciehuis in Maastricht zit, dat je natuurlijk een prachtig plan kunt maken en op kaart kunt aangeven dat het een hoge natuurwaarde heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de natuur zelf dat maar één op één netjes volgt. Ik denk dat je wel wat moet doen om die natuurwaarde te vergroten. En dat hebben we met dit zonnepark wel geprobeerd. Het is een zonnepark wat aangelegd wordt op een ruimte van 12 hectare, maar we hadden dat ook op 8, 9 hectare kunnen doen. Er worden dus tussen de zonnepanelen wordt bewust
veel meer ruimte vrijgehouden voor natuurontwikkeling. Ja. Dat is één. Twee is dat wij om het gebied heen, daar staan ontzettend veel vliegendennen. Als je gaat kijken, dan zijn de dennen overgewaaid vanuit Duitsland. Voor een deel daarvan gaan we die kappen en dan komt planten en struiken, struweel wordt teruggeplaatst. Omdat dat in feite voor de natuur veel beter is dan een heel dicht dennenbos. Ja. Dus de praktijk is dus dat wij zien dat het op papier een hoge natuurwaarde heeft. De praktijk is dat het eigenlijk wat minder is. Maar dat we afgesproken hebben om met name ook te gaan investeren in de natuurwaarde van dit gebied. Ja. Een van de eerste stappen die nu net is gezet, is er is een verbinding nu recent aangelegd, een ecoduct over ons terrein. Wat met name dan zorgt voor die verbinding tussen de natuurgebieden Brunssum en Tevenau. Ja. Zeg, ja, het is reeds gememoreerd, dus een hoge landschappelijke waarde. En toch zijn er argumenten gevonden voor juist hier een zonnepark te realiseren. Ja, kijk, het beleid van de provincie is dat je beter op een oude stortplaats een zonnepark kunt aanleggen dan op een maagdelijk terrein waar op dit moment nog landbouwactiviteiten plaatsvinden. Ja, met andere woorden, je kunt er toch niks anders mee. Ja, dat is, eigenlijk is dat zo. Het gebied is in het verleden afgegraven. Er is ontzettend veel zand en grind gewonnen. De locatie is zei ik al 40 hectare groot. Zo'n 30, 40 meter is met de diepte ingegaan. Vervolgens heeft men gezegd, weet je wat, we gebruiken hem om afval te verwerken. Dus daar is hier 20, 30 jaar is er ontzettend veel afval verwerkt. En wat je nu ziet is dat we voor de derde maal deze locatie gaan gebruiken. En nu in het kader van de verduurzaming. Ja. En zowel het provinciebeleid als gemeentebeleid geven aan dat het eigenlijk een hele goede ontwikkeling is. En wat we toen gedaan hebben, gezegd, ja, dan gaan we eens kijken of we met de natuur zoals die hier is en de natuur die we kunnen ontwikkelen, een combinatie kunnen maken voor een zonnepark met natuur. Wij noemen dat een natuurinclusief zonnepark. Oh. En we hebben van de Milieufederatie al een heel positief compliment gehad dat dit een van de weinige plekken is waar we op die manier in staat zijn geweest om natuur en zonnepark met elkaar in verband te brengen. Ja, dat sluit goed aan op de volgende vraag. Er zou een uitbreiding plaatsvinden, zodra het project gerealiseerd is, van de fauna en flora. Ja. Op welke wijze wordt daar in orde aan gegeven? Ja, ik zei al, het park heeft zo'n 12 hectare, maar het gebied is meer dan 40 hectare, dus dan blijven 30 hectare over. En wat we met name gaan doen is rond het park zelf een aantal initiatieven nemen om daar natuur te ontwikkelen. Maar ook in het park worden kruidenvegetaties ontwikkeld. IKL heeft er denk ik het nodig al over verteld. Er worden boomstobben worden in het park neergelegd. Om ook daar weer een stuk natuurwaarde door te vergroten. Ja, we hebben ook in overleg met de gemeente en met de omwonenden een afspraak gemaakt dat wij voor €125.000 uittrekken om te investeren in nieuwe natuur buiten het park. Okay. Zeg, daar is op dit moment, dat is reeds gezegd, een voormalig stort. Het stort is afgedekt met een halve meter of een meter aarde. Ja. Eerst dus een afdekdichting, een plastic laag of zoiets. En nu moet er geboord worden. Daar bevindt zich dus nog gaswinning. Ja. Lopen jullie niet het gevaar dus dat op een gegeven moment zo'n boor doorschiet en door een afdichting heen en tot... Dat is wel een belangrijk punt. Er ligt ongeveer een kleine meter schone grond op een folie die is aangebracht. Het systeem van grote stortplaatsen is dat er een vloeistofdichte afdichting op zo'n locatie komt. Mm-hmm. Dat heeft als doel om te voorkomen dat er regenwater in zo'n locatie komt. Want het regenwater gaat naar het grondwater en neemt verontreinigingen mee. Dus het in stand houden van de afdichting is super belangrijk. En als je een folie aanbrengt, is er een ander probleem. Er komt regenwater, dat moet ergens naartoe. Dus er ligt ook een heel drainagesysteem. Ja. En bij de aanleg van het zonnepark moeten zowel de folie als het drainagesysteem mogen niet beschadigd worden.
En ja, een van de afspraken met de bouwer van dat park is dat men daar zorgvuldig in moet zijn. En dat men niet dieper dan zo'n 50, 60 centimeter de grond in mag. Ja, ja, ja. Het blijft dus 30, 40 centimeter. Het moet onberoerd blijven, omdat daar dus het is bijna, onder... bijna uitgesloten, dus tot op een gegeven moment een soort buffer, hè, die je dan gebruikt voordat men op de folie komt. Zeg, een ander punt is, er wordt op een gegeven moment elektriciteit geproduceerd. Hè? Hoeveel gezinnen kunnen van deze elektriciteit, van die opgewekte elektriciteit? Als je dat omrekent, zijn het ongeveer 4000 gezinnen die met de productie van dit zonnepark hun elektriciteitsvoorziening zouden kunnen dekken. Hoeveel bedragen de stichtingskosten? Wij betalen, en wie gaat dat uiteraard betalen? Ja, dat wij moeten daar 8 miljoen euro voor betalen. Dus, er is een openbare aanbesteding geweest. Dit soort dingen mogen wij als overheidsorganisatie, hè, we zijn een organisatie waar alle gemeenten aandeelhouder van zijn, mogen wij niet doen zonder een openbare aanbesteding. En uit die aanbesteding komt dan vanzelf een organisatie die de beste aanbieding doet. Mm-hmm. Dat is in dit geval Unison. En de prijs, het prijskaartje wat zij eraan gehangen hebben, is rond 8 miljoen euro. En daar leggen zij het park voor aan. En ze zorgen ook dat het 15 jaar lang de panelen worden onderhouden, schoongemaakt en in stand gehouden. Dus dat zit, in dat bedrag. In het hele pakket is dat meegenomen. Zeg, even terugkomen op de schreef in het begin gememoreerd met betrekking dus tot betrekken van de omwonenden bij dit project. Ja. Heeft Bodemzorg daar ook nog een vinger in de pap gehad? Ja, dat wil zeggen, we zijn begonnen op een manier die voor Bodemzorg eigenlijk niet zo goed uitpakte. Het was dat er was ook een idee om nog een aantal windmolens te plaatsen. En de gemeente Landgraaf heeft terecht gezegd, we gaan niet de ene keer een informatieavond organiseren over zonnepark. En dan komen we een jaar later weer over een windpark. Dus we hebben één avond georganiseerd voor een mogelijk aanleg van een zonnepark en een mogelijk aanleg van het windpark. En met name tegen het initiatief van het windpark kwamen ontzettend veel bezwaren. Dus heel veel mensen hadden er problemen mee. Horizonvervuiling. Ja, en wellicht geluidoverlast van die windmolens. Het gevolg was dat er een hele actieve groep was die kritisch ging kijken naar wat hier gebeurde. En dus ook kritisch ging kijken naar het zonnepark. En we hebben daarna overigens in heel goed overleg met omwonenden, met een grote groep omwonenden, gesprekken gevoerd om te kijken of het zodanig aangelegd kon worden. Ja. Dat naar tevredenheid zou moeten plaatsvinden. En het was nogal bijzonder, want we hadden nog twee mogelijkheden om de bewoners wat actiever te betrekken. Het zou kunnen zijn dat ze of gingen mee investeren in het zonnepark, of wij zouden geld uittrekken voor investeren in de omgeving. En uiteindelijk heeft de meerderheid van de omwonenden gekozen voor het laatste. Die hebben gezegd, luister, zelf geld steken in het zonnepark, dat zien we niet zitten. Maar laten we een afspraak maken over extra maatregelen die jullie nemen ter verbetering van de natuur- en landschapswaarde van het park. Dick, mag ik je hartelijk danken voor dit interview. Ik wens je veel succes. Dames en heren, u bedankt voor het kijken, voor de belangstelling.